En mooi dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een rouw arrangement. Want hoe mooi is het om in deze tijd voor degene die je mist, om daar zelf een grafstukje voor te kunnen maken. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe je dat kan doen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En ja, dan mis je helemaal niks. En dan gaan we gauw aan de slag. Zelf graag ook zo'n stukje maken. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit compleet als pakket kan bestellen, zodat je zelf ook een eigen grafstukje kan maken. Daar zitten alle materialen in die ik vandaag ook in dit stukje gebruik. Heb je nou een voorkeur naar een andere kleur, dan kun je dat aangeven in de opmerking als je hem bestelt. En dan ga ik zorgen dat dat helemaal goed komt. Goed, gaan we nu gauw beginnen. Ik heb hier een ondergrond van Oase, een rouwtakhouder. Ik heb voor de middel gekozen, dan heeft het altijd genoeg ruimte en heb je een mooi formaat. Daarnaast gaan we echt een kerststukje maken. Dus we gaan beginnen met deze nobele schroef. Ik knip even de langste takken af en de zijtakken ook. De middelste tak gooi ik weg. Ik haal jullie even wat dichterbij, zodat jullie goed kunnen zien wat ik doe. De uiteinden van de nobele tak steek ik aan de voorkant. Het is belangrijk dat je altijd even het onderste groen eraf haalt, zodat je even een goede kale steel hebt waar je mee in de oase kan steken. Daarna snij ik altijd alles eventjes aan en dat doe ik ook met het kersgroen. En dit doe ik ook aan de achterzijde. Deze maak ik iets korter dan de voorkant. Dus de voorkant doe ik iets langer. En daar steek ik ook even een tak bovenop. Zoals je ziet heb ik aan beide zijden nou al 2 takken gestoken. Dan doe ik de zijkant onderop, daar doe ik kleinere takjes. Maar ook daar haal ik weer het onderste blad af. Ik snij hem ook eventjes weer aan en ik steek hem er goed diep in weg. En dit doe ik zodat de onderkant helemaal vol is en dat herhaal ik ook aan de andere kant. Zoals je ziet hebben we nu een hele mooie basis. Ik steek het plat weg. En je ziet dat ik hem aan alle kanten onderop goed heb weggestoken. Dan gaan we daarna een laagje doen met ander kerstgroen, zoals conifer. En daar maken we de tweede laag mee. En hierbij steek ik ook weer rondomheen. En ik steek ook wat conifer in de hoogte. Dan gebruik ik witte asparagus. En aan beide kanten steek ik daar een takje van in. Dat geeft gelijk al een beetje een sfeertje. En ik heb mooie takjes met katjes. Deze steek ik in het midden.
En dan ga ik een bolletje mee maken, zoals je ziet. Dat doe ik door het aan het uiteinde een draadje te doen. Ik maak eerst een lusje. Die leg ik erop. En dan wikkel ik eromheen. En dan zit hij vast. Dan knip ik het ijslaatje even af, dat hij iets korter is. En daarmee kan je mooi diep wegsteken. En zo creëer je gelijk een stuk diepte. En dit herhaal ik. Dan bedekken we een groot deel van de bovenkant van de oase met mos. En dit zetten we even vast met krammen. Dan heb ik een mooi winterspakketje met allerlei materiaaltjes. Deze kan in de box iets verschillen, maar overal zit ongeveer hetzelfde in. En hiermee bedek ik de rest van de oase. Ook dit zet ik vast met krammen. En zoals je ziet heb je dan eigenlijk al geen oase meer zichtbaar. Dan heb ik hier zilveren dennenappels. Ik ga een beetje zilver maken om er toch een beetje kleur aan te geven. En deze zet ik op de welbekende manier op draad. Ik doe het draadje er doorheen. En ik wikkel hem vast. Dat zie je net. Zo heb ik 3 dennenappels en deze zet ik als groepje bij elkaar. Dan heb ik hier hele mooie waxrozen. Hier zit een soort kaarsenvet overheen. En hier kun je een stokje onderin doen en dan kunnen we hem ook vastzetten. Er zit al een gaatje onderin, dus dat is mooi makkelijk. En dit geeft gelijk mooie body aan jouw stuk. Dan heb ik hier mooie gekleurde takjes. Deze zet ik even vast met een krammetje in je stuk. En dit doe ik ook eventjes aan de andere kant. En dan heb ik hier mooie voorjaarsbolletjes. En deze vind ik altijd net wel mooi in het stuk, omdat je hem dan net even een natuurlijke touch geeft. Hier prik je voorzichtig een stok onderin.
kan de wattels er dus gewoon afhalen. En dan zitten in het pakketje zitten nog meer materiaaltjes. Deze kun je gewoon verdelen naar eigen inzicht wat jij eigenlijk mooi vindt. Als het nodig is, zet je het even op een draadje. Draadje doe je eromheen, wikkelt hem even goed vast. En dan steek je hem weg. Dan gebruik ik nog even kerstballen. Ik gebruik hiervoor bewust plastic kerstballen. Omdat glazen kerstballen soms in de regen niet mooi blijven. En deze wel. Ik maak hem even af. Ik vind het ook wel mooi om aan deze kant nog even kerstballen te doen. Dit kun je gewoon doen door middel van een draadje of een krammetje. Die rijg je gewoon. Maakt niet zoveel uit of je nou een krammetje of een draadje gebruikt. En dan heb ik hier nog mooie... witte dennenappels in het pakketje zitten. Maar het pakketje kan dus licht verschillen. Maar anders zitten andere mooie decoraties in die je ook kan gebruiken. Nu heeft het stuk aan deze kant best wel een zwaar effect. Dat wil ik aan deze kant ook nog even een klein beetje toevoegen. Dat doe ik door deze gedroogde grassen te gebruiken. En in de hoogte steek ik nog even een groot stuk kersgroen. En dan is die klaar en hebben we echt een prachtig stuk gemaakt. En dan hebben we echt een prachtig stuk wat je bijvoorbeeld op het graf kan neerleggen. Of misschien heb je wel een speciale plek waar je hem neer wil leggen. Dat kan natuurlijk ook. Dat kun je natuurlijk helemaal zelf bepalen. En dan hoop ik dat ik jullie hiermee heb kunnen helpen om een mooi stuk te maken voor degene die je heel erg mist. Want in deze tijd is dat toch altijd wel moeilijk, hè? En ja, dan hoop ik dat ik jullie daarmee heb kunnen helpen. Heb je speciale wensen, dan kan je dat natuurlijk doorgeven. En dan probeer ik je daarmee te helpen, zodat je helemaal je eigen stuk kan maken. En een speciaal stuk kan maken voor degene waarvoor jij hem wil maken. En ja, dan zie je mij de volgende keer weer. Het is een andere video als anders. Iets minder vrolijk misschien. Maar ik hoop wel dat ik jullie hiermee heb kunnen inspireren. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!